In deze video leggen we uit hoe je als kabel- en leidingbeheerder correct IMKL-gegevens aanlevert als antwoord op een planaanvraag. We gaan in op volgende aspecten: Wat zijn IMKL-gegevens? Leidinggegevens omzetten naar IMKL. Testen van de omzetting naar IMKL. Valideren van de gegevens. Best practices bij het samenstellen van een pakket. Wat is IMKL? IMKL is de naam voor het datamodel dat KLB's gebruiken om leidinggegevens door te geven aan Clip. Het is gebaseerd op een Europese uitwisselingsstandaard, uitgebreid met specifieke elementen voor Clip. Het model verschilt per sector, dus waterleidingen, rioleringen, elektriciteit enzovoort hebben eigen symbolen, logica en attributen. Elk antwoord van een kabel- en leidingbeheerder bevat een XML-bestand met daarin de leidinggegevens. De beheerder kan dan nog een aantal extra bestanden, zoals PDF. JPG, PNG en TIF meegeven met extra plannen, bijvoorbeeld detailplannen en lengteprofielen, en de antwoordbrieven. De verschillende antwoorden van alle betrokken kabel- en leidingbeheerders worden samengevoegd tot één antwoordpakket en zijn online en offline beschikbaar in een kaartviewer, waarin de basiskaart Vlaanderen dient als gemeenschappelijke kaartlaag. Enkel een professionele planaanvrager kan de leidinggegevens ook downloaden in het IMKL-formaat. Details over IMKL 2.3 kan je hier vinden. Let op volgende vereisten voor IMKL-pakketten. CLIP aanvaardt enkel ZIP-bestanden met een maximale grootte van 500 MB, die correct opgesteld zijn volgens de IMKL-vereisten. Leidinggegevens omzetten naar IMKL. Digitaal Vlaanderen doet zelf geen conversie van bestanden naar IMKL. Om te kunnen antwoorden in CLIP, moet je dus zelf de gegevens van kabels en leidingen omzetten naar het IMKL-formaat? Is er in jouw organisatie kennis over XML aanwezig? Dan kan je misschien zelf een IMKL-conform antwoordpakket maken. Documentatie hiervoor kan je hier vinden. Er staan ook voorbeeldbestanden ter beschikking. Om zeker te zijn van een correcte omzetting, kan je ook beroep doen op een dienstleverancier die hier ervaring mee heeft. Je kan hier een lijst vinden van bedrijven die deze dienst aanbieden. Je kan je IMKL-pakket ook testen. Je kan hier een tool vinden waarmee je IMKL-pakketten kan opladen en laten valideren. Tijdens het opladen doorloopt het pakket de IMKL-validatie. Bij een ongeldig pakket krijg je de fouten en waarschuwingen te zien. Is het wel geldig, dan kan je het in de viewer bekijken. Deze testpakketten staan los van een planaanvraag. Er wordt dus niet nagekeken of de IMKL-gegevens deels of geheel binnen een planaanvraagzone vallen. Clip houdt deze testpakketten die je hier oplaat ook maar een beperkte tijd bij. Leidinggegevens in IMKL omzetten naar een ander formaat. Je kan deze specifieke XML-bestanden niet zomaar inladen in een GIS-CAT-pakket. Er zijn er wel die deze kunnen lezen, zoals bijvoorbeeld QGIS, maar meestal krijg je enkel de ligging van de leidingen te zien zonder alle attributen. Wil je alle informatie in een IMKL-antwoord kunnen bekijken in je eigen software, dan is een omzetting naar shapefile, dbg of een ander formaat nodig. Clip doet deze omzetting niet. Maar ook hier kunnen externe diensteleveranciers helpen.